Jongens, welkom bij weer een nieuwe video. Content Fame. Vandaag ben ik in mijn prachtige stad wedergekeerd, jongens. En ik sta in het oude gebied, of het gebied waar ik vroeger veel aan werkte. En er staat hier een bordje met hooi. En in het kistje waar het bordje op staat, zitten heel veel kopwebs. En daar ben ik zo blij mee. Want ik vroeg laatste keer om kopwebs, jongens, voor mijn begraafplaats. En ik heb ze eindelijk gekregen. Een hele goede morgen, middag of avond. Geen idee wanneer je dit berichtje leest. In de chest heb ik een klein cadeautje. Ik kreeg namelijk via via te horen dat je kopwebs wou gebruiken voor een nieuwe begraafplaats. Ook heb ik nu een plekje opgeëist om mijn mooie huisje te gaan maken. Sorry, ik was eventjes op vakantie, dus daarom ga ik er nu pas aan beginnen. Er stond op het bordje, neem contact op. Maar u bent er nou al een paar dagen niet, dus sorry. Ik ben maar gewoon begonnen met bouwen. Geen probleem toch? Nou, groetjes tot... Anne. Anne heeft het gemaakt. Oh, jongens, ik ga het gelijk laten zien. Wat spannend. Maar voordat ik het ga laten zien... Bam, bam, bam. Abonneer eventjes. Nee, maar leuk dat jullie bij weer een nieuwe Content Fame video zijn, jongens. Toen ik net de server joinde, was het eerste wat mij opviel... was dat hier ineens een prachtig mooi nieuw huisje stond. Anne was eventjes afwezig, want die was op vakantie, maar die is terug. En die heeft hier gewoon een leuk huisje gebouwd. Nou, ik vind het serieus, Anne. Ik ben er heel tevreden mee. Het past binnen de stijl, ziet er goed uit, past met de rest mooi. Helemaal leuk. Eerst dacht ik dat Julian dit had gemaakt, maar blijkbaar heeft Anne dus gewoon gemaakt. En ik heb kopwebs gekregen, dus die ga ik even in de chest plaatsen. Wat een goed begin van een nieuwe Content Fame aflevering, jongens. Vandaag heb ik weer leuke plannen voor de video, jongens. Ik wil, denk ik, straatnamen gaan maken. Wat ik eigenlijk vorige keer al wilde doen. Maar ik denk dat ik er nu echt aan toe ga komen. Ik wil even een house tour krijgen van Fred. Want die zei dat hij zijn huis heel mooi heeft ingericht. Maar ja, ik twijfel of het echt heel mooi is. Oké, maar laten we beginnen met de straatnamen. Door daar dingen voor te pakken. Bordjes voor te pakken. Oh my days, wie is dit? Oh nee, wat is dit? Nee. Nee, er is een nieuw iemand. Nee, ik heb hier geen zin in. Ik heb hier geen tijd voor. Wacht, laat even slapen eerst. Oh jongens, ik heb hier toch helemaal geen tijd voor. Er loopt een nieuw iemand. Oh nee, het is FBI. Het is FBI. Hallo? Hallo? Wacht eens even, meneer. Meneer de FBI. Sta stil. Hallo. Wat ben jij aan het doen hier? Dit is mijn stad. Hoe kom jij hier binnen? Wie ben jij? Classified informatie. Classified informatie. Waar heeft hij het over? Wie is dit? Wie? Jongens, ik wil letterlijk, ik zeg het net, ik wil beginnen met mijn straatnaam. Ik wil bordjes pakken. En dan loopt in één keer een FBI-agent. Want wacht even, dit gaan we niet zomaar tolereren zoals dit. Meneer. Ja, goeiedag. Ik zal me even voorstellen. Ja, hallo? Mijn naam is Frank Boudewijn Impelmans. Wacht, wie? Ja, ik ben geen papegaai. Oh, Frank Boudewijn Impelmans? Impelmans. Impelmans. Dat is de naam. Oké. Ja, goed. Mag je Frank Laat ik gewoon... maar meteen... Nee, noem maar F. F, van FBI. Oh, vrouw Frank Boudewijn Impelmans. Ik snap het. FBI, oké, duidelijk, ja. Is het grappig soms? Nee, of, sorry. Verder? Goed, laat ik maar meteen met de deur even in huis vallen. Er is een onderzoek gaande op uw terrein. Een onderzoek? Naar wat? Vooral, er is hier helemaal niks gebeurd. Vooral naar u. Naar mij? Ja, het volgt later allemaal. want er heeft iets plaatsgevonden wat niet klopt. Hoezo? Er gebeuren wel veel dingen hier, maar alles klopt. Hallo, ben je al met je aan het praten, of niet? Ja, sorry, ik kom wel terug. Dank je. Wacht, kunnen we even je boven... Wacht, kom even mee. Ik ben in mijn stad, wil ik wel... Ook al ben je een vreemdeling die zomaar binnenkomt, bonjour. Ik wil je wel even een steen onder je voeten geven. Kom maar, in plaats van op het gras staan. Fijn, dankjewel. Nou, zeg het eens. Wat is het onderzoek? Nou, goed. Er hebben zich rare dingen plaatsgevonden hier. We hebben rare activiteiten gemeten op onze satellieten. Satellieten? Ik snap er helemaal niks van. Serieus, leg even uit. Satellieten, rare activiteit. Jij. Dus okay. Daar heeft het mee te maken. Dus ja. Ik heb even... ik heb wat notities gemaakt van de stad waar de pieken waren en waar niet. Het piekt hier steeds meer. Helemaal richting dat... Oog. Ja, ik weet ook niet waar dat vandaan kwam. Het stond er gewoon ineens. Ja, dat zal allemaal wel. Dat gaan we allemaal nog wel uitzoeken. Ja, okay. Ik heb even tijd nodig om mijn onderzoek hier af te ronden. Dus, ik wil je best wel een huis aanbieden. Nee, die heb ik al. Je hebt een huis gebouwd. Nee, toegeëigend. Oh, toegeëigend. Je hebt een eigen huis geclaimd die al gebouwd is. Welke heb je geclaimd? Nou, dat zal ik je even laten zien. Oh nee, alsjeblieft niet. Nee. Wat niet? Welke is het? Zeg maar, welke is het? Daar tegenover, dan of de linker of die daarnaast. Ik weet het even niet. De linker of die daarnaast? Ja. Er staat een rijtje. Er is niet de links of die daarnaast. Ja, het eerste huis of het tweede huis van links. Is het nou zo moeilijk, meneer Walnut? Nee, ik snap het. Maar je hebt een dinges. Een buurman en dat is een robot, maar daar moet je niet op letten, oké?
Goed, nog een extra notitie. Robot. Ja, genaamd Fred. Het moet niet gekker worden. En hij houdt van groen. Oké, fijn. Goed, dat onderzoek gaat in ieder geval plaatsvinden. Ja, maar ik zal... Hoezo een onderzoek? Heb ik jou hier toestemming voor gegeven? Je bent in mijn kasteel, je bent in mijn stad, mijn dorp. Normaal zou ik zeggen, wat staat er op mijn jasje, maar wat staat er boven mijn hoofd? Ja, FBI. Fred Frank Boudewijn Impermans. Impermans, inderdaad. Impermans, ja. Nou goed, van de FBI inderdaad. Ik kan je mijn pasje laten zien als je dat wil. Nee, goed, blijkt niet nodig. Dat bedacht ik al. Ik heb gewoon toestemming om dit te doen, dus dat, okay. dat moet goed komen. Dank je. En nu, jij gaat gewoon je ding doen nu, of? Nou goed, ik zal u later nog het volledige strafproces laten zien en wat de mogelijke strafeisen tegen u zijn. Want, straffen? Ja, wat u gedaan? Nou, ik heb eigenlijk al te veel plaats of het prijs gegeven. Wat ik gewoon ga doen is het onderzoek. Mijn onderzoek ga ik binnen opstarten. Ik zal u later ophalen om mee te gaan voor het onderzoek. Ik heb even een brein error. Straffen. Maar... Weet je, doe jij je ding? Ik moet ook even mijn dingetje doen. En dan kom ik later vandaag kom ik wel even opzoeken. En dan kom ik even meer vragen, oké? Okay? Nee, want ik moet even, even een plekje geven in mijn brein. Wat hier zojuist gebeurd is. Prima. Vragen? Nee, nog niet. Mooi. Bewaar die maar voor later. Tot zo. Ik zeg niet nog niet. En hij zegt, bewaar ze maar voor later. Weet je de route? Alles is hier nog onder constructie, heb ik gemerkt. Dus ja, ik vind het wel. Oh, komt goed. Jongens, wat is hier gebeurd? Er staat in één keer een Frank, de FBI-agent, voor mijn neus. Die zegt dat hij een onderzoek is gestart in verband met het oog en andere rare activiteiten. Misschien illegaal of zo. En als het onderzoek goed afloopt voor hem of slecht voor mij, dan krijg ik een stress naar de bank aan het kijken. Ja, dat is een bank, ja. Ja, ga je dat ook noteren? Dat gaat hij misschien ook noteren. Laat even in de reacties weten waarom jij denkt dat hij een onderzoek is gestart, jongens. Wat is de reden dat Frank, de FBI-agent, de agent, de politieman... Pak oh nee, zeg maar niet dat hij het huis naast Fred pakt. Pak alsjeblieft niet het huis naast Fred. Ik smeek het je. Wordt geen buren met Fred. Dat gaat nog zo, dat gaat echt eindigen in een horrorverhaal als hij buren wordt met Fred. Zeg maar nee, niet dat huis. Pak er eentje verder. Kom op. Nee, doe het niet. Nee, hij knikt ja, doe het niet. Oh, hij is buren geworden met Fred. Hij is officieel binnen. Oh, nee, dat gaat echt nog een verhaal worden. Oh mijn god, jongens, wat moet ik hiervan vinden? Laat even in de reacties weten, jongens. Waarom is er een onderzoek gestart naar mij? Waarom heeft Frank, de FBI-agent, een onderzoek gestart? En wat zijn de straffen die hij wil opleggen bij me? Moet ik naar de gevangenis? Moet ik taakstraf? Oh, maar deze, ik snap er helemaal niks van. Maar goed, laten wij even beginnen met onze taken. Laten we eens kijken, want René heeft als het goed is bij de markt hier... heeft ze mijn ex teruggelegd die ik moest... Juist, kijk, linieragger, hoppakee, wat is de factuur? Ex gerepareerd, beetje opletten op de durability nu, hè? Anders ben je deze ook zo kwijt. Ja, ik ben mijn vorige aflevering mijn pickaxe en mijn shovel kwijtgeraakt. 1 ex kost 4 dia, totaal 4 dia. PS, boekje terugleggen. Oké, ik zal het boekje terugleggen, sorry. Nee, hier, hoppakee. Dan moet ik 4 diamonds betalen. Is hier ergens? Hier is een... Dinges. 1, 2, 3, 4. Hoppakee. Zo, 4 diamonds. Alsjeblieft, René. Heb ik mijn ex, heb ik gewoon weer terug. Oké, dan ging ik nu doen straatnamen maken. Laten we dat even doen, jongens. En zodra ik dat gedaan heb, dan gaan we wel even weer naar de FBI-agent toe. En ik wil even naar Fred's huis toe, want hij zou mij een roomtour geven of een rondleiding van zijn huis, hoe en wat. En daar wil ik even voor kijken. Oké, ik wil de straatnamen ook met deze bordjes doen. De Spruce Signs. En dan wil ik Glow Insects hebben. Maar dan wil ik eerst even nog meer bordjes maken. Zo, dan hebben we wel heel veel bordjes. Dat is mooi. Hoppakee. En dan moet ik even een design bedenken voor een straat. Ja, voor een bordje. Gewoon als een straatbordje. Hey, er staat een bordje hier. Mag ik een rekening openen? / anoniem. Ja, je mag best een rekening openen. Ik weet niet wie je bent en waarom je hier een anoniem bordje hebt geplaatst. Maar de bank is nog niet af van binnen. Ik heb mijn vorige aflevering alleen van buiten gemaakt. Maar ik moet nog een interieur maken. En ik heb Fred tot bankeigenaar genoemd. En ik weet niet of ik daar spijt van ga krijgen. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Dat gaan we ook nog even allemaal zien. Maar goed, laten we eerst even de blokken pakken die ik nodig heb. En daarvoor wil ik andesite walls hebben. Nou, ik heb hier andesite. Dus daar kan ik walls van maken. Oké. En nog andere blokken heb ik nodig. Oké, laten we beginnen met deze straat een naam geven, jongens, hier. Hoe gaan we deze straat hier noemen? De Rijtjesstraat is dat natuurlijk. Dus misschien even denken, hoor. Eerst even slapen. Doen we zo. En dan wil ik het hoger dan dit hebben? Ik denk het niet. Ik denk dat dit eigenlijk wel hoog genoeg is. Ik wil het echt best wel simpel hebben, om eerlijk te zijn. Kijk, dan wil ik het zo. Hierop wil ik misschien dit hebben. Zo. En dan daarop wil ik zo bijvoorbeeld de naam Rijtjesstraat. En dan met een pijltje eronder die kant op, zo, weet je? Rijtjesstraat. En dan hier ook weer, wacht even. Ik wil net wat anders hebben. Hier, jongens, jullie moeten me even gaan helpen. Ik heb nu als voorbeeldje dit gedaan. Rijtjesstraat en bankweg. Als je in de Rijtjesstraat doorloopt, dan kom je in de Rijtjesstraat. En dan hier
De bankweg is deze straat, zoals dit. Maar jullie moeten me dan helpen met hele leuke namen bedenken. Ik denk vooral vast in de reacties. Noem de Rijtjesweg dit, Max. En noem de bankweg zo. Jullie kunnen natuurlijk met allemaal uitleggen en beschrijvingen allemaal namen gaan bedenken en zo. En allemaal lekker in de reacties achterlaten. En dan ga ik de leukste uitkiezen. Dan krijg je misschien zelfs ook een shout-out als ik gewoon jouw rijtjes, of jouw straatnaam gewoon gebruik. En dan bedoel ik niet alleen voor deze straat, maar ik bedoel voor elke straat in Contentveen. Verzin allemaal leuke straatnamen die gerelateerd zijn aan plekken zoals bij de Arena, bij de Kerk, bij de Blacksmith, bij de Fisherman, bij de Nederhuis, Florenhuis. Jullie kennen, als jullie Contentveen kennen, kennen jullie alles. Heb ik ook nog heel veel glow ink stacks nodig, maar nu kan ik in ieder geval weer dit doen. Bankweg is doorlopen en Rijtjesstraat is naar rechts. Kijk, dan snap, zie je, dan is het duidelijk genoeg, weet je, hoe dit in elkaar zit. Dit is de Rijtjesstraat dit. En hetzelfde kan ik op dit kruispuntje doen hier. Hoppakee, kunnen we weer zo doen en dan daarbovenop weer zo'n slab. Ja, dit is leuk. Dit vind ik serieus echt heel leuk op deze manier. Hier, bank is... Bankweg bedoel ik. Niet de bank is weg, maar de bankweg is die kant op. En om weer door te lopen is de waterweg. Dit noem ik gewoon de waterweg. Omdat het langs het water zit. Ik weet het, die andere ook, maar dit is een kleine. Maar jullie gaan toch nog leukere namen bedenken. Kijk, dit kleine straatje hier is de waterweg. Hier de bankweg, de waterweg en de Rijtjesstraat. Dan moeten we het hier ook weer netjes doen. Waterweg naar links en de bankweg rechtdoor. Misschien dat ik het allemaal straat moet noemen in plaats van weg. Ik denk dat ik straat leuker vind dan weg. Alleen soms klinkt weg wel beter. Wie heeft de glow ink sex? Dat is wel een dingetje. Misschien dat ik ze van Anne kan stelen als soort van belasting die ze betaalt voor me, weet je? Heb jij hier glow ink sex, Anne? Ik denk het helaas niet, hè? Ik denk helaas... Nee, Anne heeft ze helaas niet. Wel leuk dat Anne nu hier mogelijk woont. Dat ze een huisje heeft gebouwd. En dit hier, jongens, is natuurlijk de hoofdstraat. Dus laten we hier dan eventjes zo, zo en dan zo doen. Kijk, dan krijg je namelijk hier... Hoofdstraat is gewoon naar links. En naar rechts kom je op het... Even denken. Of rechtdoor hier. Kom je bij de bankweg uit, volgens mij. Zo. Kijk, als je hier rechtdoor gaat naar beneden, dan kom je natuurlijk op de bankweg uit. Ik denk dat ik de bankweg helemaal door wil laten lopen naar hier. Hetzelfde geldt dan voor deze. Zo, bankweg en hoofdstraat, jongens. Nou, laat ik dit maar even door heel de stad doen. En dan zien jullie zo het resultaat. Oké, jongens, ik heb mijn best gedaan met straatnamen. Ik heb alvast wat leuke dingen bedacht, vind ik. En ook logische dingen. Maar jullie kunnen nog steeds alle goede namen achterlaten. Maar je begint hier op de markt. Dan heb je links de Steenstraat, recht door de Kasteelweg en rechts de Ruimtegrot. Laten we beginnen met de Steenstraat. Die is hier namelijk naar links. Nou, kijk, hier heb je nog een bordje bij. Nog steeds op de markt natuurlijk. Maar rechtdoor is de Steenstraat, rechts de Minersweg en rechts de Kasteelweg. Dan denk je van, wat is de Minersweg? Nou, de Kasteelweg klinkt logisch, dat is gewoon bij het kasteel natuurlijk. Dan lopen we natuurlijk even de Steenstraat door. Logisch dat dit de Steenstraat heet, want hier staat het steenhuis, jongens, met alle steenobjecten natuurlijk, waar we alle steen in bewaren. Dan hier heb je nog een bordje, waar gewoon de Steenstraat staat, heel simpel. Maar hier heb je weer de Frederiklaan. Ik denk dat dit ook gewoon de Steenstraat is, jongens. Dit gedeelte hier is zo, dat dit gelijk naar de markt doorloopt. Maar hier heb je de Frederikslaan. En rechtdoor is de Kasteelweg, rechts terug de markt en achter ons de Steenstraat. Nou, dat klinkt hartstikke logisch. Maar laten we nou richting de Kasteelweg gaan over de Frederikslaan. Ik heb het zo genoemd omdat Frederik zijn huis hier natuurlijk is, jongens. Helemaal verfret, daar niet van. Maar ja, hier woonde Frederik gewoon, dus dit is de Frederiklaan geworden. Zoals je ziet, Frederiklaan, rechts is de markt, links is de Kasteelweg en links is ook de Rinirand. En dan denk je, de Rinirand? Ja, dit is de Rinirand, jongens. Dit is René der Huis. De Rinirand, achter ons de Frederikslaan, links de Kasteelweg en links ook de Kerkstraat. Hetzelfde bordje staat hier. Maar dit hele gebied met de haven hier en dat huisje daar is aan de rand van het dorp natuurlijk, jongens. En het is een heel klein hoekje hier eigenlijk, waar je verder niet zoveel kan. Maar het is de Rinirand. Dus dit heb ik gewoon tot Rinirand benoemd. Met het kraampje hier en zo van René en Floor is allemaal nog de Rinirand. Zoals je ziet, Rinirand, links de Kasteelweg, rechts de Frederikslaan en links verderop het Arenaplein. Dus laten we even doorlopen, komen bij het volgende bordje aan. Kasteelweg zijn we op ineens. Dus dit is de Kasteelweg, jongens. Die loopt helemaal door tot aan het kasteel daar. Het is gewoon een soort van hoofdstraat. Belangrijke straat is dit, de Kasteelweg. Rechts de Rinirand, links de Arenaplein en achter ons de Kerkstraat. Dus dan lopen wij naar achteren, komen inderdaad op de Kerkstraat. Dat is hier mooi. Waar links de Kasteelweg is en links de Rinirand en links de Arenaplein. Nou, de Kerkstraat loopt helemaal tot hier. Hier heb je ook nog de Heilige Boompark. Dat is natuurlijk van aflevering 1 de ladders die op de boom zijn geplaatst. Dat is de Heilige Boom, jongens, dat weten jullie. Dan hebben we hier de Kerkstraat. Nou, die loopt helemaal tot de kerk heen en weer en terug. En tot het begraafplaatsgebied en zo. Nou, logisch dat gewoon dat allemaal de Kerkstraat is.
Dit hier valt ook onder de Kerkstraat. Misschien dat ik het ook nog een leuk naampje kan geven. Hier staat ook een bordje. Dit is de Kerkstraat, valt er nog steeds onder. Kasteelweg is achter ons, de Rinirand is naar links en het Arenaplein is naar achter. Dus dan komen we hier. Dan zijn we nog steeds, dan zijn we terug op de Kasteelweg, zijn we nu weer beland. Hier, Kasteelweg, dan heb je rechts de Rinirand, daar komen we net vandaan. Arenaplein is naar links en Kerkstraat komen we ook net vandaan. Dus laten we naar het Arenaplein gaan. Dat is als we hier naar beneden gaan, zo. Volgens het trappetje moeten we wel een beetje netjes lopen natuurlijk. Dan kom je hier, deze straat heb ik nog geen naam gegeven. Ik weet niet wat ik hiervan wil hebben. Maar hier hebben wij Arenaplein. Die links de Kasteelweg waar we vandaan komen. Rechts de Ruimtegrot en rechts de Markt. En de Ruimtegrot kennen jullie natuurlijk allemaal, jongens, als, ja, de grot hier. Waar je dan ingaat en dan kom je even langs het prachtige ruimtestukje hier. Wauw, die ruimte. Lopen we door. En zoals het bordje aangaf, zou je dan op de Markt eindigen. En dan komen we inderdaad hier weer uit op de Markt. Ik denk dat ik hier wel nog een mooi bordje moet plaatsen, dat je in de dinges terechtkomt. Dat doe ik dan ook wel even gelijk, hier zo. Zo, ik heb deze inderdaad een ruimtegrot genoemd. Een Arenaplein is rechtdoor, Markt is achter ons en de Kasteelweg is ook rechtdoor. Ik heb de Kasteelweg expres op heel veel bordjes gelaten, omdat het echt een belangrijk... Stel je wil naar het kasteel, dan ga je natuurlijk naar de Kasteelweg. Dus wil ik vanaf meerdere punten bereikbaar hebben. Wat is dit? Een nieuwe kraam op de Markt. Mijn naam is zeker geen Bart. Dat rijmt niet eens. Oh, er staat hier gewoon een nieuwe kraam. Yultemax Geocache winkel. Geocache winkel. Weet je, dit is een winkel voor volgende aflevering, jongens. Maar er is dus een nieuw winkeltje namens Julian. Oh, dat vind ik leuk. Julian, ik ben trots op je. Ik ben echt trots op je. Je hebt gewoon een winkeltje gemaakt. Wat leuk. Volgende aflevering gaan we even kijken wat het is. Maar er zijn nog genoeg straatnamen die gedaan moeten worden, jongens. Zoals jullie al gezien hebben. Ik heb nog niet alles gedaan. Bij lange na nog niet. Maar ik wil jullie input daarvoor eerst wel even een beetje hebben. Lijkt me leuk omdat jullie daarmee mee kunnen helpen. Maar eerst gaan we even naar Fred toe om te kijken wat Fred allemaal gedaan heeft met zijn huis. Nou jongens, ik ben echt heel benieuwd wat Fred ervan gemaakt heeft. Dus laten we, ja, aankloppen. Of gewoon... Fred! Hallo? Fred! Oh nee. Fred, ben jij dat? Ik ben kom het. Eraan. Hallo. Hallo, wie is daar? Ik, Max, koning, je huisbaas. Oh, ik kom via achter. Wat handig dat jij nu ook een nametag hebt, Fred. Ik kan je gewoon aanzien komen lopen. Hallo, ik ben Fred. Er zit een gat in de vloer. Oh jee. Heb jij het? Wacht, misschien heb ik al iets. Even iets tijdelijks hier. Kom maar, geen zorgen. Zo, hoppakee. Hé, Fred, mooi. Ik kom hier voor een house tour. Ik ben benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Ja, die is morgen. Morgen? Ja. Hoezo morgen? Ik wil nu de house tour zien. Even kijken in de agenda. Kijk je even je agenda. Het duurt echt lang. Fred is zo... Wat heb jij nou allemaal te doen? Je hebt toch letterlijk niks te doen? Je bent een robot. Ik heb tijd. Je hebt tijd. Ja, dat dacht ik al. Laat eens je huis zien. Dit is hem. Nou, van buiten heb ik hem al gezien, Fred. Ik ben benieuwd hoe die er van binnen uitziet. Oh, kom maar. We beginnen achter. Achter, prima. Poort. Mooie poort. Tuin. Mooie tuin. Huh? Keuken. Oh, dat heb ik al gezien trouwens. Je hebt de hele dinges hier afgehaald. Wat heb je gedaan? Waar is je muur? Dit is mijn keuken. Waarom heb je een buitenkeuken? Fijn, in de buitenlucht. Prima. Je hebt een lekkere buitenkeuken. Pas je alsjeblieft op met water, Fred. Ja, maar dit was altijd al open. Echt? Een open achtertuin. Oh, maar okay. Ik heb er een filmkamer van gemaakt. Een filmkamer? Ik speel Mario. Je speelt Mario, je speelt Donkey Kong. Ja. Gast, kijk, wat heb je gedaan? De beamer hangt hierboven. Oh, dit is de beamer. Die heb je gemaakt en dan daar je schermpje en zo. Wauw, ziet er goed uit, Fred. Ik vind het leuk, dat we kunnen hier een keertje samen spelletje spelen. Mooi, hè? Ja, echt prachtig. Ziet er echt goed uit. We gaan naar binnen. Maar dit is dan buiten, gewoon de buiten gamekamer of zo. Ja. Oké. Okay. Kom maar mee. Ja, de deur staat altijd voor jou open. Nou, dat blijkt mij... Oh god, het is gewoon gelijk groen. Oh mijn god, Fred, wat heb je gedaan? Weet je hoe dure blokken dit zijn, die emerald blokken? Ik zag ze liggen, ik dacht, die moet ik hebben. De rekening is nog niet voor mij. Nee, dat klopt, dat moet ik waarschijnlijk weer betalen. Maar het ziet er groen uit, Fred. Het is het eerste wat ik zie. Mooie lamp in het plafond, groen ook. Groen een vloertje, daar hou met ik van. Een kroontje erin. Ja, je houdt van groen, hè? Kom maar mee. Ik loop mee, we gaan naar boven. Wat heb je allemaal nog meer gedaan? Trappetje? Het is niet. Dit heb ik zo gelaten, want ik was bang. Voor spinnen? Ik zag daarachter een man staan, dus ik heb het leeg gelaten. Een man? Ja, ik ga niet kijken. Je zag een man staan? Ja, kijk maar onder de trap. Ik ben bang. Je maakt me bang, Fred. Oh, dat gaat eeuwen duren. Een man. Oh mijn god, het is een schilderij. Hou, ja. Ik haat je echt, Fred, echt waar. Oké, nou laten we boven zijn verdieping zien. Daar staat iemand, hè? Ja, er stond iemand inderdaad. Er stond een man. Ja, dus ik heb het leger laten. Nee, dat snap ik. Maar hier staat... Je hebt vissen! Wat leuk! Ook ja. Veel, hoe kom je eraan? Gejat. Van wie? De sloot. Oké. Okay. Oh, het ziet er te leuk uit. Oh my days. Fred, heb je die dit van... Dit is mijn poppenspel. Heb je die van mij gestolen, dat draakhoofd? Dat ga ik niet vertellen. Als ik een draakhoofd mis, hè, mijn basis, dan weet ik waar ik hem kan vinden. Wat is je poppenspel? Zombie tegen draak. Wie wint? Onbekend. Oké.
Hey, oh, dit is jij dinges toe. Kan je kijken naar de beamer? Ja. Oh, wat leuk. En is het de bovenste verdieping? Dit is het. Nee, oh, nog één. Is nog dat één is de mooiste kamer. Daar kunnen ik en al onze vrienden samen slapen. Ik weet niet of ik daar dan naar boven wil, Fred. Kom maar. Mooi. Oké. Oh, wat zijn dit veel groene bedden. Hoe kom je aan al dat groen? Kijk, en dit is mijn bed. Welke? Oh, jij hebt een oplader, zeker? Ja. Oh, deze, dan kan je gewoon lekker opladen via hier. Maar sta je hier dan altijd of zo? Als ik, wanneer ik er niet ben of wanneer je niks te doen, dan ga je gewoon aan de lader. Alleen als het moet. Wanneer moet het? Als ik leeg ben. Ah. Hey, het ziet er leuk uit. Hey, wel een dingetje, Fred, waar ik je even over moet mededelen. Je hebt een buurman gekregen. Nee. Jawel, je hebt een nieuwe buurman. Niet waar, die is nog niet thuis. Hoezo niet thuis? Heb je hem al gezien? Ja. Wanneer? Vorige week. Vorige week? Was hij er al zo lang dan? Ik heb het over Frank, hè? Frank de FBI. De man in het pak met de zonnebril. Ja, ja, dat is Frank, ja. De man in het pak met de zonnebril. Maar, Fred, hoezo een week geleden? Ik heb hem letterlijk vandaag tegengekomen voor het eerst. Hij is nu nog niet thuis. Maar hij is niet thuis. Wat is hij allemaal aan het doen? Oh, ik durf eigenlijk gewoon niet naar binnen. Want... De deur doet het niet. Waarom kan ik er niet uit? Hoezo de deur doet het niet? Hij doet het. Fred, maar kan jij me iets vertellen over die buurman van jou? Over Frank? Zijn naam is Frank Boudewijn Impelmans. Ja, hij is van de FBI en hij is hier voor een onderzoek naar jou. Ja, weet je, dat zei hij ook. Maar weet je ook wat voor onderzoek? Ja. Nou? Rare activiteiten in deze basis. Ja, dat is mij ook al verteld. De rest is classified. Ik wil meer specifieke antwoorden hebben, Fred. Oh, die heb ik niet. Die heb je niet. Oké, nee, dat is prima. Misschien binnen. Misschien... Oh mijn god, Fred gaat binnen kijken. Jongens, ik weet echt niet wat ik hiermee aan moet. Fred's huis ziet er heel leuk uit. Hallo, hallo. Oh, ik kom eraan. Moest ik mee naar boven? Ja. Hier staat een man onder de trap. Ja, dat had je wel verteld. Je had gezien een mooie schilderij. Wat ga je doen? Er is hier verder niks. Oh nee, klopt. Ik heb geen niet meer antwoorden. Waarom moest ik dan mee? Oh! Oh. Ik schrik me helemaal kapot. Wat was dat? Fred, wat was dat? Oh! Dat doet hij wel eens vaker. Is dat... Is dat dinges? Is dat Frank? Ja. Kan het allemaal wat zachter daar? Oh mijn god, dat is serieus Frank. Hallo, goeiedag. Is er iemand thuis? Er staat iemand voor je deur. Is er iemand thuis? Fred, er staat iemand voor je deur. We moeten niet open doen. Hij gaat ons vermoorden. Hij gaat ons niet vermoorden. Oké, Fred, als jij zo bang bent, ga jij maar lekker aan de lader boven staan. Ik regel dit Hallo, al, okay? Staat er iemand buiten? Hallo. Ik kom eraan. Goeiedag. Ik kom eraan. Ik hoor je wel. Ja, ik kom eraan. Fred, ga jij boven aan de lader, oké? Okay? Doe het niet. Jawel. Ik ben bang. Ik zal hem wegleiden, ik beloof het, oké? Okay? Ik kan mijn vissen geen eten geven. Nee, ik snap het. Ga jij aan de lader tegen tijd dat je opgeladen bent, dan zorg ik dat hij... Ik ben niet moe. Ik regel dit, blijf jij maar hier. Ik regel dit met Frank. Ik blijf hierboven. Ja, ik regel onder dit onder de deken. Ga jij maar... Max. Dag, Fred. Ik hou van groen. Jij houdt van groen. Ben je nog binnen? Ja, ik ga nu naar buiten. Vergeet de deur niet op slot te doen. Ik zou hem op slot doen. Vergeet niet je voeten te vegen. Naar buiten? Ja. Oké, dag Fred. Ja, Hallo, ik kom, nou die deur uitkomen. Hallo. Ja, nou, ja, dit is de zoveelste keer al. Goed, je gaat nu met me meekomen. Hoezo mee? Hallo, meekomen. Wacht even. Nee, stop. Fred is daar hartstikke bang voor jou. Weet je hoe Heb bang... Heb ik iets met Fred te maken? Nee, je bonkt daar zijn deur. Frank, kom eens hier. Wat doe je? Je bonkt aan Fred, moet je Fred niet hebben. Wat doe je? Ik sta hier de hele tijd voor de deur om jou op te halen. Dus je mag nu met me meekomen. Kom mee. Oh nee. Wat heb je met het huis gedaan? Wat heb je met het huis gedaan, Frank? Oh, je mag je hier even aanmelden bij de balie. Frank. Terug. Hoezo balie? Waar ben ik? Wat is dit? Huh? Wat is dit allemaal? Waar ben ik beland? Hallo? Frank, doe je bril op, ik smeek je. Waarom is je bril af? We zijn binnen en het is donker, dus nee. Doe alsjeblieft je bril op, het is echt eng. Nee. Oh, oké, ik ben binnen, zeg het maar. Wat is dit, waar ben Goed, ik heen? Je mag je spullen bij mij even inleveren. Mijn spullen, prima, hier duidelijk. Zo, alles of alleen maar gear? Dit is prima, anders heb ik veel te zwaar. Ik heb ook nog... Nee, dat hoef ik allemaal niet. Oh, die mag je houden. Oké, prima. Wapens mag. Goed, ik ga heel even kijken in het systeem. Daar mag je even tot die tijd even wachten in de wachtkamer. Hierachter. Oké. Jongens, ik snap er helemaal niks van. Laat ik maar lekker zitten. Ah, het zit toch altijd wel lekker zo op een bankie. Maar waar ben ik beland? Hij zegt dat ik even moet gaan zitten. Maar laat ik even rondkijken. We hebben hier een soort isoleercel-achtig iets. We hebben hier gewoon een normale cel. Wat is dit allemaal? Hij heeft gewoon een politie... Oh, hij komt eraan.
Hij heeft gewoon een politiebureau hier gemaakt of zo. Hey, Frank. Meneer Max. Ik ben meneer Max. Komt u maar mee. Oké, kom mee. Waar gaan we heen, Frank? Naar boven. Ja, oh, waar zijn we? Er zijn hier overal camera's, dus ik doe geen gekke dingen. Camera's. Dan wil ik waar u vragen camera's? Om hier heel oh, maar deze, boven. Dus inderdaad hier camera. Even naar binnen te gaan. Ja. Dan kom ik zo bij je terug. Is goed, Frank. Dus Frank. Oh, maar deze jongens, waar ben ik? Wat is dit? Oh, dit is zo'n verhoorruimte. Alleen, ik kan hem zien. Frank. Frank, ik kan je zien. Ik kan je letterlijk zien vanaf hier. Dit hoort waarschijnlijk dubbel glas te zijn. Je kent zo'n verhoorruimte met dubbel glas, jongens. Alleen is dit geen dubbel glas, dit is gewoon doorzichtig glas. En ik kan Frank vanaf hier zien. Laat ik in ieder geval vast zitten. Hoi Frank, ik zie je. Je glas werkt niet, het is poep. Oh jee. Dag meneer Max, ik ben nog heel even beneden. Ik haal heel even mijn spullen beneden? Op en dan kom ik er zo aan. Beneden? Ja, dus hou je nog even gereisd. De koffie zit automatisch kapot, dus ik kan je geen koffie aanbieden. Nee, Ik heb niet eens kans om terug te praten. Hij zegt ik ben beneden. Hij staat letterlijk naast me. Frank, je kijkt me aan. Heb je niet door dat ik jou ook aankijk? Ik zie jou door het glas, Frank. Het is geen doorzichtig glas. Oh my days. Frank, goeiedag. Moment, mijn boekje. Oké. Frank, ik kan je zien. Ja, je kan nu wel weer even blijven staan en kijken. Maar kom dan alsjeblieft gewoon teruglopen. Neem je boekje mee. Jongens, dit is een verhoorruimte. Hij gaat me sowieso nu overhoren over weet ik veel wat. Maar... Ik kan je zien. Misschien dat ik dan wel achter meer dingen kom wat hij... Hallo Frank. Goeiedag. Goeiedag. Goed. Let niet op de spiegel hiernaast. Die is jouw veiligheid, maar ook mijn veiligheid. Frank, je weet dat je spiegel stuk is. Je kan er gewoon doorheen kijken. Je kan de muur erachter zien. Dat is inderdaad de muur. Inderdaad. De spiegel is inderdaad reflecterend. Dus dat klopt inderdaad. Het zal wel. Weet je? Doe jij je verhoor. Goed. We gaan beginnen. Even... Kijk, het is vandaag 2 augustus 2022. Dat klopt, het is inderdaad 2 augustus. Ik wil heel even vragen jouw naam en wat je doet. Ik ben Max en ik zit op een stoel. Max en zit op een stoel. Is dat relevant? Ja hoor. waar was je gisteren? Gisteren was ik offline. Ik ben niet online geweest gisteren. Niet online. Volgende vraag. Wanneer begon u klachten te krijgen aan uw voet? Is dit een doktersonderzoek of is dit gewoon daadwerkelijk een FBI-onderzoek? Gewoon een antwoord. Niet. Niet. Okay. Niet. Ik heb nooit wat heb je gisteren gegeten? Gisteren heb ik spaghetti gegeten, want ik kom uit Rome. Ik ben 5 dagen op vakantie geweest. Ik ben 5 dagen niet thuis geweest. Waarom ben jij hier? Kom even met een goede reden. Leuk voor je. Hoe laat kwam je erachter dat ik er was? Net. Net. Ben je je boekje aan het schrijven? Ja. Oh, oké, duidelijk. Goed. Wanneer kwam u erachter en hoe heeft u het oog ontdekt boven de stad? Wanneer ik erachter kwam was een paar dagen geleden en ik liep rond en ineens stond een oog er. Oké, een paar dagen geleden en ineens... Tot het En wat heeft u met het oog gedaan? Ik ben erin gegaan. Klinkt een beetje... Erin gegaan. Hoe voelde dat? Voelde dat? Hoezo voelde dat? Het voelde raar. Oh, het voelde raar. En toen? Toen kwam ik in een andere dimensie terecht. Vroeger in de tijd. Ik kwam in een andere tijd van vroeger terecht. Hoe laat was het daar? Ja, niet eerder dan nu. Eerder dan nu. Heeft u daar nog klachten gemerkt, zoals hoofdpijn, pijn nee, in uw benen, nee, ik heb, rugpijn? Ik heb misschien ook rollende ogen? Rollende ogen? Ja. Ik heb hele grote ogen, maar geen rollende ogen. Grote ogen, oké. Okay. Nee, die had ik al... Ik had al grote ogen, hallo! Dat klopt inderdaad, maar laten we nu te zaken komen, want jouw ogen en dat ogen hebben vast met elkaar iets te maken. Wij hebben rare activiteiten in uw gemeente. In uw gemeente? In uw stad gemeten, we weten alles. En daarom wil ik vragen, hoe ben jij in die tijd gereisd? Hoe het kan gaat dat? Daarom om het oog, hè, dit. Het gaat om het oog, inderdaad. Waarom denk je dan dat ik hier sta? Weet ik veel, jij was hier ineens gewoon. Klopt, inderdaad. Ik ben hier al een tijd, dus... Oké. Okay. Ja. En nu? Goed, daarom wil ik u vragen om ten alle tijde mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek. Maar jij bent hier vanwege het oog. Jij denkt, ik mag toch gewoon doen wat ik wil. Het is toch mijn stad, mijn server dit. Nee, er zijn regels. Je mag niet reizen door andere dimensies naar het verleden, naar de toekomst, wat dan ook. Het mag gewoon niet. Dat is allemaal verboden. Maar natuurlijk is dat verboden. Ik weet niet veel dat ik terug de tijd ging, dat ik in één keer in Contentveen 1.0 kwam. Dus je zegt dat het wel zo is. Ik zeg niks op de advocaat hier is. Jij hebt niet genoeg bewijs om mij je vast te houden. Dat klopt. En tot die tijd houden we jou ook vast.
Wie is wij? Onder andere ik en de rest van het team van de FBI. Ik ga je namelijk het hele bureau laten bemannen. Het hele landgoed laat ik bemannen. Ik laat alles onderzoeken wat vast zit, wat goed zit. Ik laat je sokken onderzoeken. Je hele onderbroeken laat ondersteboven. Maakt niet uit. Als het moet, sleutel ik die robot uit elkaar. Nee, niet Fred. Je laat Fred alsjeblieft met rust. Fred is al doodsbang. Die durft niet eens meer uit zijn huis te komen door jou. Nou, dan heb ik toch iets goed gedaan. Nee, maar ik mag me hier niet vasthouden. Je hebt niet genoeg bewijs. Wie denk je dat ik ben? Frank. Inderdaad. Frank Boudewijn Impermans. Oké. Okay. Van de FBI. Ik ben in ieder geval hoofdinspecteur. Aangenaam kennis te maken. Ja, ik ken je inmiddels ook. Oh, fijn. Ik jou ook. Maar goed, laten we verder te zaken komen. De bril is erop. Oh, gelukkig. Gast, je bent zoveel beter met bril. Dankjewel. Jij mag er ook wezen. Laten we terug gaan. Dan geef ik je spullen zo meteen terug. Ja, top. Ja, kom mee. Ik loop met je mee. Ik heb echt geen idee wat hier gaande is. Kijk eens oprecht. Ik moet vasthouden. De deuren doe ik achter me dicht. Geen zorgen. Voeten vegen. Hoe lang is dit al een politiebureau hier beneden? Ik moet voeten vegen zo. Hoe lang is dit al een politiebureau hier beneden? Dan mag je even hierheen komen. Mag je hier even in totdat ik je spullen terug. Maar ik kom er wel uit gewoon weer, toch? Natuurlijk, ik ga je spullen pakken, dan moet je eruit. Hup. Oké, ja, ik zit er hier rustig aan. Mag ik ook in een andere cel? Nodig? Hoezo moet jij mijn spullen? Ik wil eruit. Oh ja, natuurlijk. Ga ze pakken. Dan ga jij mijn spullen maar pakken. Jongens, ik heb echt geen idee wat hier allemaal gaande is. Ik word vastgehouden. Er is een onderzoek naar me gestart. Ze zeggen dat ze het hele politiebureau gaan bemannen met andere mensen. Wat dus betekent dat waarschijnlijk binnenkort mijn hele kasteel en mijn hele dorp weer vol staat met politieagentjes. En daar heb ik zo geen zin in. Laat even in de reacties weten wat ik moet doen, jongens. Wat ik hier tegen kan doen. Waarom Frank dit allemaal doet. Het gaat om het oog. Ik denk omdat ik natuurlijk naar Content Veen seizoen 1 ben teruggestuurd door het oog. Dat hij hier is omdat het illegaal is of zo. Ik mag natuurlijk niet in tijd reizen of aan werelden reizen. Maar dat heeft een tovenaar gedaan. Ik bedoel, ik ben er alleen ingegaan. Weet ik veel dat het naar een andere wereld leidt. Hij moet die tovenaar hebben, niet mij. Ik ben onschuldig. Misschien moet ik nog maar even de tovenaar voor me houden. Ik weet niet of ik dat aan hem moet vertellen. Of dat ik dat niet kan vertellen. Moet jullie me even bij helpen. Maar goed jongens, we zitten vast. Ik hoop dat we er snel uit kunnen. Maar dat gaan jullie in de volgende aflevering zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Kijk lekker het vorige Content Veen deel. Want hierin is ook allemaal leuke dingetjes gebeurd. De bank is volgens mij gebouwd in deze video. Dus heb je hem dan gemist. Kijk hem even. Dan ben je weer helemaal up-to-date. Maar voor nu spreek je later. Klaasje water. Tot de volgende keer. Yo!